Dit is Daniel van Enderplant en we kijken vandaag naar de HTC One M8 die later gewoon weg de One gaat heten. De smartphone heeft opnieuw dezelfde naam, zo trots is HTC op zijn voorganger. Daarom zijn veel eigenschappen van de originele One behouden, waaronder het metalen design. De behuizing van de nieuwe One is opnieuw prachtig. Het metaal heeft een heel licht relief dat in combinatie met de metalen zijkanten heel fijn in de hand ligt. De One is gewoonweg de mooiste Android-telefoon die op dit moment verkrijgbaar is. HTC heeft voor de nieuwe One opnieuw gekozen voor een Full HD-scherm. Hoewel de kleuren iets wat zijn verzadigd, oogt het scherm grotendeels hetzelfde als zijn voorganger. Helder, scherp en nog redelijk waarheidsgetrouw. Door het gebruik van een Full HD-scherm in plaats van een scherm met een hoge resolutie, heeft de One wel een uitstekende batterijduur. Bij redelijk intensief gebruik kun je gemakkelijk het einde van de dag halen. En dat is een eigenschap die ik zeer kan waarderen. Mocht je echt een rood batterijpercentage zien, er is een batterijbesparingsmodus waardoor je met een paar procent nog gemakkelijk 10 uur je telefoon kunt gebruiken. Hardware technisch gezien draait de One op de meest krachtige hardware van het moment. Een Snapdragon 801 chip van Qualcomm met een rappe quad-core processor, 2 GB aan werkgeheugen en 16 of 32 GB opslagruimte, dat ook met een micro SD-kaart kan worden uitgebreid. De telefoon vliegt door de software en dat is ook grotendeels te danken aan de opfrisbeurt van HTC Sense. HTC gaat namelijk de goede kant op met Sense. In plaats van functies toevoegen om maar zoveel mogelijk functies toe te voegen, probeert HTC met frisse kleuren, simpele opties en handige features de One juist gebruiksvriendelijker te maken. En dat zorgt ervoor dat Sense, dat vroeger een beetje onvolwassen en onoverzichtelijk oogde, uit is gegroeid tot een van de beste Android skins van dit moment. Neem bijvoorbeeld het sociale thuisscherm Blinkfeed, dat met nieuws en updates gebruikers van informatie voorziet. Het is een handelsmerk geworden van Sense, dat door de laatste update een stuk aantrekkelijker is geworden. Foto's worden daarnaast in hogere kwaliteit getoond en HTC voorziet de app nu ook van kekke kleurtjes. Daarnaast ben ik erg te spreken over het gebruik van de knoppen op het touchscherm. Hierdoor kan in combinatie met Android 4.4 de volledige schermgrootte worden gebruikt door apps als Pocket of YouTube. Ook in gebruik is Sense al slimmer geworden. Zo kun je voortaan 2 keer tikken op de One om het scherm te activeren of van links naar rechts vegen om Blinkfeed te openen. Ook is het mogelijk om de telefoon naar je oor te brengen om direct een oproep te beantwoorden. 1-voor-1 functies waar de gebruiker wat aan heeft. Voor de nieuwe One gebruikt HTC ook dezelfde 4 ultrapixel camera. En net als bij de vorige One laat de kwaliteit weer te wensen over. Foto's komen iets wat flats en vooral niet zo scherp over. De camera mag dan best prima foto's in donkere omgevingen maken, dat is geen excuus om deze kwaliteit te leveren. Ook al zijn de tweede lens waardoor je later kunt scherpstellen, een speciale selfie-modus en de vrije camera-app best leuk. HTC heeft ook een speciale flipcover voor de One gemaakt. De cover is voorzien van kleine gaatjes waardoor er notificaties getoond kunnen worden, zoals het weer of een sms'je. Belt iemand je? Dan kun je gewoon via de cover een oproep beantwoorden of weigeren. Ook wordt het scherm van de One automatisch geactiveerd wanneer de cover wordt opengeslagen. HTC heeft alles wat de One zo goed maakt verbeterd. Het design, de hardware, de software en vooral de accuduur. Zelfs de boomsound speakers aan de voorkant klinken luider en helderder dan ooit. De 4 ultrapixel camera blijft dan echt een flinke smet op een verder zo'n uitstekende smartphone, want de camera is gewoonweg een belangrijk onderdeel. Gelukkig blijft er genoeg over van te houden en laat de concurrentie voorlopig nog niet zien dat ze het beter kunnen.